Nederland Europees kampioen? Nou, ik denk het niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat we iets te zwak zijn ten opzichte van Spanje en Duitsland. Daar gaat de finale dus tussen? Dat denk ik wel. Nou, ik ben er bang voor dat ze het niet gaan halen. Waarom niet? Ja, ik denk dat de chemie van vorig jaar wel een beetje over is. Wim, zeg er eens, wie wordt Europees kampioen? Wie wordt er Europees kampioen? Oh, ik wou eigenlijk zeggen Brazilië of Argentinië, want dat zijn leuke landen. Maar dat is geloof ik geen Europa. Dus wie wordt er Europees kampioen? Ja, zullen we zeggen Spanje? Dat lijkt me wel wat. Vind ik een leuk land. Lumial Sylvania, wat hebben jullie met het DK? Wij hebben redelijk veel met het EK. Wij doen veel in Europa, op het Europese grondgebied. Met een hoofdkantoor in België en met een fabriek in Frankrijk en een groot magazijn. En in Engeland zitten we. Dus we hebben redelijk veel met Europa. Ik persoonlijk heb niet zo heel veel met de EK, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer van de gemotoriseerde sport. Dan zitten we hier in een Ajax-bolwerk. Gefeliciteerd nog met het kampioenschap. Dankjewel. Maar zit er wel genoeg Ajaciden in het Nederlands elftal? Ja, ik denk het wel. Ik denk degene die nu geselecteerd zijn in de voorselectie van Bert van Marwijk, dat daar weinig Ajaciden bij kunnen. Samengevat, Duitsland-Spanje wordt de finale en wie wint het dan? Nou, ben ik toch bang dat die Duitsers het gaan winnen. Bang? Je hebt het niet zo op Duitsers? Nee. Hoe gaat het met de EK-actie hier in de Amsterdamse vestiging? De EK-actie, dat leeft wel. Er wordt wel wat gedaan. Alleen hedenmorgen, ja, we zien niet heel veel mensen die eraan mee willen doen. Maar die hebben allemaal cameravrees, denk ik gewoon. Ik denk dat het is. Vaak is het zo dat de meest onwetenden de winnaars zijn, hè? Is dat zo? Nou, dan maak ik een hele goede kans, denk ik. Ja. Hoe gaat het met de EK-actie van Oosterberg met hier in Amsterdam? Ja, die loopt best wel. Ik denk dat de fabrikanten die daarin in meesponsoren uiteindelijk, want dat is eventjes het verhaal natuurlijk ook, dat die best behoorlijk aandacht krijgen hier op deze vestiging. Dus dat loopt goed. Sylvania, dat is? Wij zijn een verlichtingsfabrikant. Dus wij produceren lichtbronnen en armaturen. Voor de merken Sylvania, Lumiance en Concord. En een lange goede relatie met de firma Oosterberg? Ja, wij doen al een aantal jaren intensief zaken met Oosterberg.